derde helft is een programma waarbij we proberen de sportclub oudervriendelijk te maken. En dus ook ouderen uit te nodigen uit de wijk en de buurt. En te laten zien dat er op de sportclub meer te beleven is dan alleen de sport zelf. We gaan van start met de derde helft omdat we vinden dat we iets voor onze buurt willen betekenen, voor de ouderen. We kregen een folder in de bus en toen dachten we, nou, daar gaan we eens even naartoe. De derde helft is vooral bedoeld voor de ouderen uit deze buurt en daar zijn er heel veel van. Dus we hopen dat ze in grote getalen willen komen. Ik vond het geweldig en zo druk bezocht had ik helemaal niet verwacht. Ik vroeg me af of er misschien maar 5 mensen zouden komen, maar het is stampvol. En er is een erg leuk programma waar iedereen aan mee kan doen. Dus ik vind dat het heel geslaagd is voor zover je nu kan overzien. Ik woon vlak om de hoek, dus wat makkelijker. Ik wandel gewoon even hier naartoe, beweeg ik meteen ook. Ja, de meeste sportkantines zijn heel geschikt omdat alle faciliteiten aanwezig zijn. He, je kunt er naar buiten, er zijn velden, er is soms een sporthal naast. En het is een accommodatie die overdag niet zoveel wordt gebruikt. Een naam dat we niet alleen een sportvereniging zijn, maar een ontmoetingsplek willen zijn voor iedereen uit de buurt. En iedereen is welkom en iedereen moet zich thuis voelen. Dat is de taak van Hercules. Ik heb gepluumd. Dat noem ik altijd plumen, maar dat is gewoon badminton. Zo slaan. Hartstikke leuk. De voordelen voor de club zijn veel groot. Hè? Je clubgebouw wordt intensiever gebruikt, maar je betrekt ouderen bij je club en vereniging. En dat zorgt voor heel veel competenties, maar ook helpende handen, nieuwe ideeën. Ouderencommissie is belangrijk in de club, vinden wij. Dat het vooral door ouderen wordt georganiseerd voor ouderen. Dus ja, een enorme maatschappelijke betrokkenheid. Ik dacht, ik doe helemaal niks. Ik ben helemaal geen sportvrouw. Helemaal niet. Dus nou, het was voor mij al heel wat. Ik heb gesjoeld. Had ik 50 jaar niet gedaan. Ik heb getafeltennis. Dat had ik lang niet meer gedaan. Blijf niet thuis. Kom uit je huis. Kom uit je stoel. Ontmoet mensen en ga bewegen. Heel erg leuk. Ja, heel erg leuk. Gezellig. Ja.